Hallo Melfam! En welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag is het weer donderdag. En dat betekent maar één ding. Duisteren Disco Donderdag! Eén keer per twee weken upload ik op donderdag deze serie waarin ik reageer op jullie enge ingezonden video's op mijn Discord kanaal. Mocht jij dus nog een hele enge video hebben waarop ik kan reageren, stuur hem dan in hashtag Duistere Disco Donderdag en wie weet komt die een keer voorbij. Lodestone Films presents de short film Curve. We hebben een zee, holy damn. Ik weet niet waar dit over gaat, maar deze was al meerdere keren ingestuurd. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben hier een vrouw met bebloede hand. Dat ziet er heerlijk uit. En weer een zee. Ik ben heel benieuwd. Holy damn, wat is er met haar gebeurd? En weer een zee. En nu zijn we weer terug. Ik vind... Huh? En weer de zee. We gaan de hele tijd tussen de zee en dat meisje heen en weer. Ik ben heel benieuwd wat de horror gaat zijn. Ze wordt wakker. Waar de fuck is zij? Wat? Wat de heck is dat? Oké, dat is... Dat... Ik ben echt gelijk stil van deze situatie. Ik weet niet waar ze zich bevindt, maar ik krijg gewoon een soort van klamme handen hiervan. Moet je gewoon kijken hoe ze hier ligt. Die curve weten we nu dus waarvan het vandaan komt. En wat daar beneden zit en dat je... Oh, dit is psychologische horror. What the fuck? Oh god joh, ik ben echt heel benieuwd. Ze kijkt ook zo bang. Curve? Ja, dat zei ik eerder. Dit is... Volgens mij weet ze ook niet hoe ze hier terecht is gekomen. Je ziet echt dat ze probeert rustig te blijven. Want als je hier gaat hyperventileren, dan kan je denk ik wel ophouden. Wat gaat ze doen? Nee, dat wordt hem niet. Je moet wachten totdat er hulp komt. Oh, dit is echt... Wat de... Waarom heb ik zulke zweethanden? De gedachte is gewoon zo... naar. Waarom heeft ze zulke bebloede handen? What the fuck? Hoe lang ligt ze hier al? En wat is er met haar gebeurd? Is ze hier gedumpt? Nee, ik weet het niet. Ik vind het heel onduidelijk, maar...
Het mysterieuze, dat geeft wel een extra dimensie aan deze video. What the fuck? Okay. Oh, ze bloedt nog steeds. Ze ligt ook zo ongemakkelijk. Ze heeft trouwens ook niet de beste schoenen aan voor deze locatie. Die sneakers hebben van die hele gladde solen, dat niet werkt. Oh, wat. Oké. Okay. Ze heeft een iets veiligere locatie weten te vinden. Ik begrijp ook al waarom ze haar handen doet. Dan heeft ze natuurlijk meer grip. Anders glijdt het zo smerig vies weg. Dit is zo mysterieus. Ik zit er helemaal in, joh. Er heeft ook iemand aan de overkant gelegen, hè? Is die andere kant veiliger? Nee, toch? Of beseft ze dat er iemand anders heeft gelegen? Wat? Voor mij krijgt ze flashbacks met geluidseffecten. Naar wat ze heeft gehoord of zo? Gaat het regenen? Oh nee. Dit is niet goed. Nu wordt alles super glad. Ze kan nu niks anders doen dan zo blijven zitten. Of niet. What the fuck? Wat doet ze? Wat moet ze met die ketting? Oh, dan krijgt ze grip of zo? Nee, wat?
Ze hopen dat dat een beetje grip geeft. Maar dat is letterlijk één ketting. Dat gaat niet jouw hele lichaam houden. What the fuck, en dan is ze weg. Dit was echt knijter creepy. Dit is horror wat zo goed in elkaar zit omdat er geen jumpscares in zitten. Check ook mijn kippenvel. Ik heb niet snel dat ik van die hele klamme handjes krijg als ik iets zie. Maar dit gaf dat. Gewoon het idee hoe ze daar is gekomen. Maar ook wat er in die diepte zit. Wat zit daar? S10 of zo? Ik zal het niet weten, maar... Oké, we gaan nog even wat andere video's kijken. Jumpscare video. En deze video... Wat? James Loftzau? Dit heeft 20 miljoen weergaven. Ik ben heel benieuwd waarom dit 20 miljoen weergaven heeft. We gaan dus allemaal jumpscares krijgen of zo. Ik ga al op een afstandje staan, want ik ben heel gevoelig voor jumpscares. Wat is dit? Dit is echt een hele nare video. Pas op, jumpscare. Het stom is ook dat je weet dat er ieder moment iets gaat gebeuren waardoor ik me helemaal de lapblazeren schrik. Oké, dat bedoel ik. Nou, echt hoor. Het is ook serieus een Wat is dit? Het is ook een video... En dan hebben we nog een jumpscare. Nou, ja, ik ga deze nog kijken. Dit voelt allemaal veel te goedkoop aan. Oké, ik ben hier echt veel te gevoelig voor. Fuck deze put zo echt, hoor. Dit is een PlayStation 3 reclame en volgens mij heb ik deze ooit wel eens gezien. Oh, de pixels ook alleen al. Wat de heck? Oh my god, wat is dit? Wat? Dit was een serieuze PlayStation 3 reclame. What the fuck? Gewoon een YouTube short. Scary video. What the heck is dit? Dit is trouwens een... Ik heb zo'n hekel aan TikToks die als YouTube short worden geüpload. Maar goed. Wat gebeurt hier? We zien er iemand op de muur klimmen. Nou, dit is toch echt gewoon... Nou, wat is dit voor... Ik snap ook niet hoe dit 101.000 likes heeft. Dit is echt gewoon... Totaal niet eng. So now... I want to sing a song just for you. Cause you're my special friend. Deze video heet Jumpscare Video, dus. Ik ga weer een stap naar achter doen. Wat nou? We hebben nog een short horrorfilm van 5 minuutjes. Het gaat over deze man en hij diet. Waarom heeft deze man geen... Holy shit! Oké. Zo moet je niet snijden met een mes. Je moet er altijd met het blad langs je knokkels gaan, zodat je nooit je topje eraf kan halen. Dit was echt gewoon al pure horror. En het feit dat hij ook geen... Hey, kijk dan. Nee, dit kan echt niet. Wat doe je met die wortels? Dit is... what the fuck? Pas op voor je vingers! Wat? Nou, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Oh, ja, dat hebben ze in Amerika, hè? Daar gooien ze al hun vuil in of zo en dan gaat het kapot. Nou, dit is wel echt het domste dat je kan doen. Ik heb nog nooit zoiets dom gezien. Daarin zit gewoon een soort van vermaler voor al je groenten en afval. Zodat het klein gemalen wordt. Dan ga je toch niet met je hand in. Dat is hetzelfde als jij met je hand in de blender gaat terwijl die aanstaat. En denkt van, nou. Nou, ik ga eerlijk zijn. Ik vind dit wel heel kut. Zo'n schone keuken, hè? En zo'n gast die niet met een mes om kan gaan. Geen dunschiller heeft. Zijn hand steekt in zo'n perforator ding. Nou, dat is toch echt debiel. Ik ga hem gewoon nu niet meer op pauze zetten. We gaan gewoon verder kijken.
Nou, dat was ook echt gigantisch slecht. Ik neem ook al het wortels mee als ik ga douchen. Dit is echt een hele gekke short. Dit is niet eens een heel eng verhaal of zo. Het is gewoon puur. And I think eating carrots is a great way to lose weight. Like I lose about like 10 pounds every month or so, you know? So I mean, yeah, so I've lost about 100 pounds over the past like 10 months. You know, I mean, sometimes you feel a little bit like woozy because, you know, you probably feel like you need protein or something. But you know, you just have to trust the process. That's part of the process. So. Sorry dat ik dit echt al 20 keer op pauze heb gezet, maar ik voel hem niet helemaal. Maar hij hoorde dus nu iets bij dit raam. En nu gaat hij zeker kijken. Is het zeker een of ander. Ja, wat gaat het zijn? Ik zou het echt niet weten. Iemand die zijn wortels wil stelen misschien. Wat? Oh, wat? Waarom doe je het open? Dit is wel creepy. Oh, zijn raam stond nog open. Oké, dat verklaart een hoop. En dan doet hem weer dicht. Top. Ik hoop dat alles wel gewoon goed komt met deze man. Als hij alleen maar wortels eet, dan zal hij niet lang leven, denk ik. Want het is niet heel gezond. Althans, het dieet van wortels is niet heel gezond. Wat doet hij nou weer dan? Nou, ja, echt hoor. Ik heb volgens mij nog nooit iemand zo nep zien stikken in een film. Pff. Zijn hele mond zit ook vol met wortel. En nu dan? What the fuck? Hè? Nou ja, ik... Weet je, met deze short film eindig ik wel gewoon deze Duizend Disco Donderdag. Als je genoten hebt, druk op de duimpje omhoog. Klik natuurlijk op wat anders en abonneer. En ik heb nog maar één ding tegen jullie te zeggen, dat is... Doei!